Hey, we gaan dadelijk trainen, jongens. Leuke, gevarieerde training. Mijn naam is Goeren Jacobs. Ik ben woonachtig hier in Seesbeek. Ik ben getrouwd en ik heb 3 kinderen die toevallig alle 3 lid zijn van deze vereniging. Ik ben leider van een jeugdteam. Ik ben trainer van een jeugdteam. Ik zit in het jeugdbestuur. Ik zit in het hoofdbestuur. We zien op zaterdag dat we toch nog af en toe moeite hebben om de bal naar elkaar toe te spelen. Dus dat lukt 2, 3, 4 keer en dan zijn we vaak kwijt. Dus dat moet eigenlijk toch nog iets secuurder. Ik ben wel vaak hier, ja. Ik ben dinsdag met de training ben ik hier. Zaterdag ben ik hier. Zondag af en toe met seniorenvoetbal. Dus ja, dan ben je toch al 4 dagen in de week. Donderdagmiddag geef ik training aan een team van AZC'ers. Dat zijn senioren, dus dan ben ik ook nog hier. Ik doe dat dus vanuit mijn rol als vrijwilliger bij deze vereniging. Als ik als verdediger die stap zet om te blokkeren... En Ruben speelt er langs op, ben je weg, hè? We hebben hier net buiten het dorp hier hebben we een asielzoekerscentrum. En van daaruit hebben wij contact gezocht met het AZC van God, kunnen wij iets voor elkaar betekenen? Qua spelers die behoefte hebben, die graag willen komen voetballen bij ons. En voor onze vereniging dat de teams ietsjes uitgebreider zijn, dat we meer spelers in een team hebben. Waardoor je ook wat sneller kan wisselen. De kinderen onderling, dat gaat hartstikke goed. Er zitten erbij die kunnen hartstikke goed voetballen. Er zijn erbij die raken echt geen knikker. Maar dat maakt niet uit. Het gaat erom dat ze in beginsel dat ze er zijn, zoveel mogelijk zijn. En dat ze op tijd bij de wedstrijden zijn, dat ze op tijd bij de trainingen zijn. En of dat ze dan goed of minder goed kunnen voetballen, dat is dan stap 2. Want behalve die ene speler die zich steeds niet afmeldt, staan er nog wel 10 andere spelertjes te wachten van hey, waar blijft hij? Want we moeten gaan voetballen. Dus het is wel een team gebeuren. De vereniging die heeft eigenlijk als rol in dit verhaal om spelers met elkaar te verbinden. Het is hier een heel klein dorp hier in Stevensbeek. En de kinderen die leren andere nationaliteiten, andere culturen leren ze kennen. En dat ze opgroeien met de wetenschap van hey, er is meer dan alleen de manier zoals we het hier in het Brabantse doen. De wereld is groter, laat ik het zo maar zeggen. Dus wat dat betreft is het wel een verrijking voor het dorp. Op de voorvoeten staan, als je op de hakken staat, heb je geen controle. Probeer op die manier plezier te brengen. Met elkaar plezier te maken onder het genot van een partijtje voetbal. Daar komt het eigenlijk op neer. Samen maken we er iets moois van.